Vroeger had je AC/DC, Iron Maiden, Metallica en Slayer. Tegenwoordig heb je ook Nightwish, Epica, Evanescence en Arch Enemy. Heavy metal is al lang geen mannensport meer. Ook deze muziekstroming gaat met zijn tijd mee en wordt alsmaar diverser. In Hoe zit dat nou? Duiken we elke week in een muzikaal onderwerp met als enige vraag: hoe zit dat nou? Deze week vrouwen in metal. Ondanks dat de metal scene barst van de ruimdenkende mensen, is het jarenlang echt iets voor mannen geweest. Vrouwen in metalbands zag je niet of nauwelijks. Maar tegenwoordig is dat al lang geen issue meer. De ene na de andere metalband met vrouwelijke vocalist duikt op en scoort minstens zo goed als hun mannelijke collega's. Zo is met de komst van de dames ook een zeker subgenre groot geworden, de symfonische metal. Veel bands met een frontvrouw hebben een dame die klassiek geschoold is. Snoeiharde gitaren en een operastem zijn blijkbaar een perfecte combinatie. Denk bijvoorbeeld aan bands als Visions of Atlantis, Exit Eden of één van de grootste metalbands ter wereld, Nightwish. Ook in eigen land kunnen we er wat van. Zo is metal als genre samen met EDM goed voor de beste muziekexport van Nederland. Ook hier zitten veel dames bij. Denk bijvoorbeeld aan Epica, D-Lane en Within Temptation. Maar opera is zeker niet de enige soort vocalen die vrouwen toevoegen aan het metal genre. Ook in het bekende grunten zijn de dames erg goed. Het bekendste voorbeeld is de Zweedse band Arch Enemy. Nadat de oorspronkelijke mannelijke vocalist de band verliet, was daar Angela Gossow. Als je de clip van hun hits Nemesis ziet zonder geluid, kun je haar misschien nog verwarren met Britney Spears, maar als je haar eenmaal hebt gehoord... We walk this earth, with fire in our hands, eye for an eye. We are... Een aantal jaren geleden stapte Angela uit de band om zich meer met het management bezig te houden. Toen bleek wel weer dat ze zeker niet de enige vrouw met deze capaciteiten was. Op dat moment werd Alyssa White-Gluss bij de band The Agonist weggetrokken om Arch Enemy te versterken. En het voordeel van grunten is dat je er niet per se aanleg voor hoeft te hebben, maar het geheel kunt aanleren. In 2006 stond ze namelijk nog gewoon voor de jury van Canadian Idol. If I'm not back again this time tomorrow, carry on. Een jaar later was ze op MTV al te zien als deskundige van het metal genre. What would you say to someone who's bullying you, you know? Shut up. Okay, you're gonna feel it coming from your lungs. It's almost as if you're whispering really, really loud. There's shut up. And then there's shut up. En dan is shut up! En vandaag de dag kennen we haar als één van de beste vrouwelijke grunters ter wereld. We walk this earth with fire in our eyes, eye for an eye. We are never fear. Maar niet alleen de vocalisten binnen het genre nemen in vrouwelijkheid toe. Een volgende stap lijkt te zijn dat ook de andere bandleden vaker vrouw zijn. Een van de eerste bands hierin was Cradle of Filth. Zo hadden zij in 2005 al een vrouwelijke toetsenist die tevens achtergrondzangeres was. Mondjesmaat volgen er meer bands zoals Evanescence, die sinds 2015 een vrouwelijke gitarist heeft, of het Nederlandse D-Lane, die Evanescence in datzelfde jaar volgde met eveneens een vrouwelijke gitarist. Kortom, metal is al lang geen mannensport meer. En als je als metalband nou echt geen geschikte dames kunt vinden, kun je het nog altijd oplossen zoals Nightwish dat deed in een videoclip van Bye Bye Beautiful. Jesus.